We hebben de OneTouch pot opener getest. Dat is een automatische opener die volgens de fabrikant glazen potten kan openen met één druk op de knop. Hij zou lekker in de hand liggen en geschikt zijn om potten te openen met een diameter van 3 tot 10,1 centimeter. Je plaatst de OneTouch deksel opener bovenop de pot. Dan moet je 3 seconden op de groene knop drukken. Dan bewegen de klemmen zich naar de pot toe tot hij hem gevonden heeft. Dan zoeken de binnenste klemmen de deksel op. Dan zet het apparaat zich helemaal vast. En dan gaan de binnenste klemmen draaien en wordt de deksel geopend. Als die klaar is met openen, bewegen de klemmen zich weer naar buiten tot hij weer in zijn startpositie is. En dan kunt u hem eraf halen en is de deksel makkelijk van de pot te halen. De OneTouch werkt met 2 batterijen die achter dit klepje zitten. Helaas is het batterijklepje wat moeilijk weer erop te krijgen. Bij flessen met een smalle hals of kleine potjes duurt het vrij lang voordat de klemmen zichzelf vast kunnen zetten. Bovendien loopt u bij dit soort producten kans dat de OneTouch er vanaf kan vallen, omdat het geheel nogal instabiel is. In dat geval kunt u beter de OneTouch zelf even vasthouden of het potje. De OneTouch dekselopener is een goed apparaat voor mensen die veel moeite hebben om met hun eigen handen potten open te maken. Maar met zijn 28 euro zijn er voor mensen die daar niet zoveel moeite mee hebben goedkopere alternatieven.